Na bijna 7 jaar lijkt de terugkeer van het stoomtreintje in het Goffertpark bijna rond. Zo ontvingen initiatiefnemers van stoomgroep De Goffert ruim 20.000 euro aan subsidie van de provincie. Toch lijkt niet iedereen blij te zijn met de komst van het treintje. Een buurtbewoner aan de Wezenlaan deed zijn beklag tijdens een politieke avond en vroeg de raad om het treintje vooral niet op vervuilende fossiele brandstof te laten rijden. Zo zou er bij omwonenden zorgen zijn over rook- en stankoverlast. Op elektriciteit zal het treintje niet gaan rijden. In plaats daarvan zal de stoomgroep houtbriketten als brandstof gaan gebruiken. Volgens GroenLinks en stadspartij DNF zijn er daarom geen grote bezwaren tegen de komst van het treintje. Het geperste hout is volgens hen CO2-neutraal genoeg. Wel ziet DNF het belang van steekproeven en metingen die de uitstoot van het treintje in beeld moeten brengen.